De Johan Cruijffschaal tussen Feyenoord en PSV. Feyenoord won met de beker. PSV werd op de allerlaatste speeldag miraculeus toch nog kampioen van Nederland. En dus staan zij vandaag tegenover elkaar. Risicovol uitverdedigd door PSV, maar ook uitstekend gedaan. Hendricks is helemaal alleen. Drie man in de achtervolging. Hendricks een zetje in de rug van de El Amadi. Een vrije trap op een prettige positie. Voor PSV in de vierde minuut. De rush van de Hendricks. Inderdaad, de lichte overtreding van El Amadi. Ja, de afstand is zo'n beetje ideaal. En Hansson zal er ook even denken aan vorige week toen hij zich van grote afstand liet verrassen. Gelijkmaker van Valencia. Vrije trap van een meter of 30. Plofte zo over de doelman heen. Per Hansson dus in afwachting van de vrije trap van of Locadia of Guardado. Het wordt de Mexicaan en die krult hem op de lat. En de rebound kan niet worden binnengeknikt door de Jong. Veel gevoel in die vrije schop. Zit er volgens mij nog met de vingertoppen aan, Hansson. Heel licht, maar dat is voldoende. Hier is Locadia. Nog niet heel veel aan de bal geweest. Hendricks, El Amadi, ja, die moet oppassen natuurlijk daar in het 16 meter gebied. En Gusebioek legt hem op de stip. Een strafschop voor PSV. Dat is wat onhandig gedaan door El Amadi. En Gusebioek, die er vlakbij staat, was resoluut. Maar ja, is het een overtreding of haakt Hendricks zelf? Strafschop de Jong. En die jaagt hem via de lat over. Het blijft een probleem. En dat probleem is al heel lang aan de gang bij PSV. De strafschoppen. De Jong had er vorig jaar natuurlijk ook de nodige gemist. Gaat er nu weer achter staan. Maar ook deze gaat er niet in. En zo blijft het 0-0. Lokale Prupper. Of Pereiro is het. Staat daar helemaal vrij. Ja, hij beseft het. Cocu dat... Pereiro natuurlijk wel de techniek heeft om hem zo in de lange hoek weg te leggen. De Jong, 16 meter gebied en daar het puntertje, dat valt er zo weer in. En zo leidt PSV dan toch in de 38e minuut. Prupper. In één worp en Feyenoord krijgt die bal eigenlijk niet weg uit het 16 meter gebied. En dan valt hij lekker voor de voeten van Prupper. Nou, eigenlijk niet eens lekker. Een melee van spelers, zet hij zijn voet tegen de bal en ziet Hansson hem misschien wel heel laat komen. Wordt die bal ook nog van richting veranderd, dan is de zweet is kansloos. Staat PSV op voorsprong. Geen lekkere bal natuurlijk voor een linksbuiten, toch maakt hij er nog wat van. Sterker nog, hier is Vilena met een geweldige kans. Jurgensen met de rebound, Kuyt dan nog en tegen het gezicht van Guardado. En dus geen strafschop. Eerste serieuze kans. Kansen voor de Rotterdammers. Kuyt haalt de druk erop. Karsdorp slingert hem voor de goal. Jurgensen niet. Elia de lucht in. De volgende kans. En weer niet. Toornstra. De vraag voor de tweede helft was natuurlijk, kan Feyenoord een vuist maken tegen PSV? Het antwoord wordt vrij rap in dat tweede bedrijf wel gegeven. Veel ruimte weer voor Hendricks. Die kan daar toch naar hartelust voetballen in de middenlinie van PSV. De Jong blijft er vanaf. In de wetenschap dat Pereiro sowieso geen buitenspel stond. Guardado, Locadia, alle ruimte weer om uit te halen. En dat kan hij natuurlijk vanaf die afstand. Dat scheelt heel weinig. Opvallend hoe vrij Locadia daar staat. Hoeveel tijd en ruimte die krijgt. Om te komen met dit schot. Jurgensen zet zijn lichaam erin tegen Schwab. Elia net te kort voor de Deen. Nee, net niet te kort. Elia zou het kunnen proberen. Poging geblokt door Isiman. Maar Feyenoord doet mee in de tweede helft. Corner Vilena, Botteguin, vrije kopbal. En op de doellijn staat Guardado, die zo de 1-1 voorkomt. Countermogelijkheid PSV, Willems. Hendricks is mee. Maar Willems schiet hem tegen Nederland. En dus weer Feyenoord. Het wordt heel boeiend nu. Elia. Eén man kwijt. Twee man kwijt. En uithaal. Recht in de handen van Zoek. Wat een verschil met de eerste drie kwartier. Hoe Feyenoord zich nu presenteert. De kopbal van Botteguin die van de lijn wordt gehaald door Guardado.
Elia naar Basa Çikoglu. Dat is goed snel gespeeld. En de aanname is ook goed. Het is 2 tegen 2. Basa Çikoglu. Wat zijn zijn plannen? Basa Çikoglu. Redding zoekt. Hier is Prupper van PSV. De Jong binnendoor. Dit past. En dit zou de beslissing moeten zijn. Wat een kans. Voor Willems. Heel slim balletje van De Jong. Precies de goede snelheid. En Willems stuit op Hansson. Na 4 minuten extra tijd fluit Gözebüyük voor de laatste keer en wint de PSV dus opnieuw de Johan Cruijffschaal voor de 11e keer in de geschiedenis. De eerste prijs van het seizoen 2016-2017 gaat naar Eindhoven.